Wat? Wat? Hallo Guys. Mensen, welkom bij deze aflevering van Deze Games. We hebben een speciale aflevering, omdat het eigenlijk een opening is van twee gebieden. En Deze Games is eigenlijk de game mini-server van Disneycraft. Ja, geloof het of niet. En hier kunnen wij dus in een aantal Disney-gebieden een hoop minigames doen. Ik geloof dat er al 8 stuks zijn zelfs. Klopt dat, Dennis? Dat zou kunnen kloppen, maar ik moet even de deur zoeken. Dan ik even kloppen, wacht even. Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Welke deur zit je? Ik zie je niet meer. Ja, ik weet niet, die staat bij Senna zo. Daar is hij. Oh, we gaan er allemaal heen. Hé, hey, Irma, wat doe jij hier? Hi. Ik doe hier. Wat? Je hebt je vriendje meegenomen. Ja, ik heb een vriendje meegenomen. Lief hoor. Oh. Eens kijken. Waar ben je, Dennis? Door die poort moet ik heen. Maar die kerstboom? Ja, hier was de deur, maar die is al open. Oh, nou dit was de opening van het gebied Aladdin. We gaan ook natuurlijk Frozen laten zien in deze aflevering, maar we gaan eerst even... Oh, daar is de deur. Kijk, mag ik er doorheen? Ja, dankjewel. Maar iedereen door, kom op. Aladdin Buildbar is gemaakt door de hele crew. En ja, we gaan eens kijken, want dit gebied is dus geopend. En ik doe me denken aan de wraak van Jafar hier gelijk, maar dan in een compleet andere setting. Hè? Het ziet echt heel apart om dit zo eens te zien, joh. En hoe kunnen wij makkelijk vinden waar de minigames zijn? Want ja, meestal heb je bij minigame server heb je natuurlijk een heel groot van, ja, een soort van naam dat er staat. Je hebt een kompas in je inventory. Je hebt een kompas, maar als je meeloopt, je ook iets in de lucht. Oké, ik ga eens mee. Wie moet ik volgen? Oh, hier kunnen we ergens een tunnel door en dan komen we op een heel nieuw gebied, lijkt het net. Wauw. En daar zie je al letters. Oh, kijk nou, BS. Ik ga er eens naartoe lopen. BS, waar zal het voor staan? Ik weet het niet. BS. En daar staat zelfs nog een TR. TR. Ik ken heel weinig minigames, maar als je het zegt, dan weet ik het. Maar ja, ik loop er gewoon naartoe. Heel nieuwsgierig TR. Het staat in de fik. Ziet eruit als een soort survival spel of zo. Even kijken, de TNT Run. Oh, dat ken ik al. Oh ja, van TNT Run. Jongens, jullie staan allemaal in de weg. Oké, B. Hoe moet ik het joinen dan? Klik op de muisknop. You are not permitted to enter this arena. Ja, ik kan er niet op klikken. Oh, dit zit vol. Oh, nou, dit was de minigame. Leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, dan gaan we maar naar A dan. Als dat lukt. Ja, we zijn begonnen. Erin. Ja, ik zit in een team. Okay. Sorry jongens. Ik doe het met een eekhoorntje. Oh, wonnen. Oh, jullie zijn alles aan het kapot maken. Is het TNT run dan? Oeh, nee! Ik val gewoon door twee dingen heen. La. Ga maar weg. Niet achter me aan rennen. Ga weg. Nee. Weg. En de bedoeling is om niet te vallen en overal doorheen te... Maar ik moet natuurlijk zelf ook... Hoe breekt dat dan? Oh, als je er overheen loopt, dan gaat het naar beneden, toch? Je hoeft het niet te slopen dit keer, want alsjeblieft is het dat je het zelf sloopt, hè? Ja, goed. Oh, het gaat goed. Het gaat lekker. Ik ga hard. Ik ga lekker. Ik ga los. Nee, niet bij me springen. Dan ga ik een soort van af. Nee, wat doe je nou? Dit was TNT Run. waar moet ik heen? Links? Bijen. Oh, hier gaan we erin. Oké, okay, super. Weer een tunneltje. Het is een beetje zoeken, maar dat is ook altijd bij DC. Oh, en hier zien we fonteintjes. En hier staat BS. En waar zou BS voor staan? Boos, please. Oh, dit heb ik toen gespeeld, volgens mij. We lopen allemaal. Je kreeg zo meteen een boog en je moet naar de T schieten, zodat de mensen er doorheen vallen. Moet het? Dat vind ik zielig. Vol met TNT! Nou ja, je ziet natuurlijk dat de texture pack natuurlijk heel anders is. En die hebben jullie nog niet. Dit is een kleine, een beetje een fout van mij geweest. Maar het is speciaal voor jullie dat jullie nu wel een ding zien wat is veranderd in de nieuwe resource pack. Eén dingetje maar, meer krijgen jullie niet te zien. Sorry, ik denk dat zo mijn pad. Moet je echt kapot schieten? Irma, weg! Nee! Debbie. Jullie moeten allemaal dood! Die, nee! Ga maar niet aan neer werken, ja! Irma, weg! Ik schiet je naar beneden! Irma! Nee. Blijf staan, Irma! Oh, ja! Oh! Nee, ik blijf niet staan! Jawel, Irma! Je stond op een mooi plekje! Laat me schieten! Irma! Deze schiet allemaal op mij! Ik ben al dood! Goed zo! Oh, nee! En het zijn vrij kleine games, maar dat maakt het wel leuk. En die kan je gewoon met vrienden spelen als je wil, natuurlijk. Je hebt ook parcours. En daarom ben je dat ook minigames. Ja. Ja, daarom. Minigames, ja. Ik speel nou een bezoeker. Die heeft zulke vragen, hè? Dus ik ga me gewoon gedragen als bezoeker. En ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik heb een kompas en dan kan ik dus dingen selecteren. Ik ga eens kijken wat kunnen we selecteren. Een boekje met regels. We kunnen naar de span, we kunnen gebieden. Ik klik eens op gebieden. Oh, daar hebben we 4 verschillende gebieden. Nou, dit gebied hebben we al gezien in de video. In de, ja, een soort van aankondigingsvideo. Maar ja, er zijn dat nog is iets nieuw. Er zijn iets, ja, en ik heb eigenlijk stiekem het wel kunnen volgen via WhatsApp.
Want Dennis heeft mij leuke fotootjes gestuurd. En ik ga er nog lekker met mijn rug naartoe. Maar het is hier aan de rechterkant gebouwd. En we zijn tot 1 uur voor de opening vandaag bezig geweest. Non-stop echt aan het bouwen mee. Oké. Okay. Van vannacht dan. Het is echt. Ja, echt vannacht. Is het aan de rechterkant van mij? Vannacht een deel. Is het rechts van mij? Want ik heb nog niet gekeken rechts. Oké, okay, tellen jullie af? 5, 6, 8, 2, 4, 0, 5. En. Ja, dat was echt holy chaos. Crap! Het heeft gewoon moeite met inladen. De wolken gaan door het kasteel heen. Het frozen kasteel. Moet ik even snel fly heven? Ja, doe maar. Ja, geef me vliegen, geef me vleugels. Maak me vleugels. Koffie. En jongens en meisjes, dit is echt een gebied waar Dennis en de crew aan hebben gewerkt. En het ziet er echt super groot en mooi uit. Fantastisch gedaan. Echt super vet. Maar jullie hebben ook achievements. En ik wil gewoon kijken in mijn achievements lijst. Ik heb gewoon echt 1 van de 44. En dat is slaat blootbelet in de server. Die wist je wel met te nemen. Ja, tuurlijk. Ik sla je gelijk helemaal bont en blauw. Misschien dat ik ook even Jens moet slaan. Nee, waarom lukt het niet? Waarom kan ik jou niet slaan, Jens? Dat is geen achievement. Echt niet? Lees de regels. Die kan ik doen. Die kan ik doen. Je staat namelijk, dan moet je naar, even kijken hoor. Waar moeten we dan heen? Help eens mee, ik ben een bezoeker. Kompas? Nou, kompas, en boekje. Er gaan heel veel mensen denk ik de regels lezen. Ik heb ze gelezen, ik krijg een achievement. Jongens, wat is dit? Zoek het, zoek het. Zoek het. Zoek het. Ik zoek iets. Zoek het achievement, kom. Waar dan? Waar is het? Waar is het? Waar zit die achievement? Je kan het niet vinden, ik heb alle botten en bundels geklikt. Is niet waar. Jawel! Ik heb overal op geklikt. Andere mensen hebben ze gewoon hoor. Ja, nee, ik niet. Jullie hebben gewoon uitgeslagen voor Vincent. Is dat een game rule? Dat is een game rule. Jawel, jullie hebben game rule Davinstel not achievement vinden. Waar moet ik heen? Zat hier geen pleet? Dit is onduidelijk, ik ben een bezoeker, ik ben verstrooid, ik kan geen achievements halen, wat een flutserver. Nee hoor. Zoek dan. Ja, ik zoek, ik zie buttons en ik zie geen plates. Ik hoor iemand heel op een plate staan, maar waar zit die plate dan? Wie zegt dat het op plates is? Ja, ik heb er alle buttons geklikt. Die doet er helemaal niks. Bleek me niet. Nou, dan is het die niet. Word je niet freerunnen? Ja, niet hacken, niet schelden, niet... Oh, ik heb hem gekregen. Hè? Waarom krijg ik hem nu pas? Ik heb niks. Ik heb hem gelezen. Oh, je moet ze lezen. Ja, tuurlijk. Wat dacht je? Sorry, ik was een beetje een hele vervelende bezoeker. Sorry. Ik ga wel weer rustig naar Span toe. Je kan in de server kijken. play.dcgames.nl. En dan kan je die minigames doen. Ze hebben 8 minigames, hè? 8 verschillende minigames. En die zijn verstopt over de 4 gebieden. China, Frozen. Hé, hey, troll. Frozen. Aladdin en Disney. Is goed. Doei.